Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog even een vraag aan de minister over die glijdende schaal. In hoeverre kan dat nou een hellend vlak worden? Of zitten daar objectiveringscriteria in, zodat je kan zeggen, nee, maar deze staffel die is echt helemaal dichtgetimmerd. En datzelfde geldt voor, oké, tot nu toe was het zo, minstens 60 maanden drugsdelict. Maar straks kan het ook voor kleinere delicten. Hoe objectief is die maatregel ten opzichte van de harde grens zoals we die nu hebben? Nou, hier staat bijvoorbeeld, hè, als ik een glijdende schaal erbij pak. Er staat er bijvoorbeeld bij een verblijf van tenminste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar. Dus dan heb je een vaste range. Dat lijkt me toch heel objectief dat je hier bent. Dat ligt vast. En je hebt een onherroepelijke veroordeling van 30 maanden. Dat lijkt me toch ook heel objectief. Ik kan er niet objectiever maken. Heer Kofferman. Ja, maar de vraag is niet alleen of de staffel objectief is, maar ook de interpretatie van de staffel. Aan wie is die? Ik kan dat ook aan de discretionaire bevoegdheid van de minister zijn? Dit is gewoon een toetsingkader. Ik bedoel, dit ligt gewoon vast. Dit ligt gewoon vast en daaraan wordt er getoetst. Tot slot, meneer Kofferman. Wie wordt er getoetst op dat moment? Ik denk dat de IND. En in hoeverre heeft de besluitvorming van de minister invloed op de keuzes van de IND? Want heel veel keuzes van de IND zijn in feite het besluit van de minister. Nou ja, wat ik al eerder heb gezegd, ik zie daar nog geen wijzigingen in komen. Eerlijk gezegd, zoals het nu is. Ik zal niet weten wat ik eraan zou moeten wijzigen. Ik heb er volle vertrouwen in dat de IND zijn werk goed doet. En ik heb daar eerlijk gezegd ook verder helemaal niet over nagedacht. Ik ben dat helemaal niet van plan om daar wijzigingen in door te voeren. Goed, dan kom ik op meneer Janssen. En die had de vraag van wat was de reden destijds om aan te sluiten bij de daadwerkelijke veroordeling en niet bij de strafmaat. We hebben het er al net even over gehad. En ook nu speelt de daadwerkelijke opgelegde straf een rol. De daadwerkelijke opgelegde straf wordt meegewogen in de drempelwaarde en de glijdende schaal. En daarnaast wordt de daadwerkelijke opgelegde straf ook meegewogen in de individuele beoordeling. En nogmaals, meneer Janssen. Kan de minister ingaan, daar hebben we hem weer, op de relatie tussen artikel 21 en 22, Vreemdelingenwet 2000 en de verschillende strafmaten die van toepassing zijn. 3 jaar ten opzichte van 6 jaar en hoe is dit een verbetering van de consistentie? Dit kan toch niet tot rechtsongelijkheid leiden, dat was uw vraag. En dan hebben we het over artikel 22, Vreemdelingenwet 2000, ziet in op intrekking. Dat gaat over intrekking van verblijfsvergunningen. Het wetsvoorstel ziet op aanvraag van vergunning voor onbepaalde tijd. Dat is iets anders. En het wetsvoorstel sluit aan bij de beoordeling zoals deze voor andere verblijfsvergunningen regulier wordt gedaan voor vreemdelingen die langer dan 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland hebben. Aansluiting bij deze hogere strafbedreiging van 6 jaar wordt gelet op het feit dat het hier om in Nederland geboren of getogen vreemdelingen gaat, het meest consistent wordt geacht. Dit zorgt voor rechtsgelijkheid. De strafbedreiging van 3 jaar bij intrekking kan ook worden toegepast bij een korte verblijf. Dit rechtvaardigt ook een lagere strafdreiging. En dan had meneer Janssen ook nog de vraag over een taakstrafverbod. Het juiste criterium is voor dit wetsvoorstel, daar hebben we het al wel eerder over gehad, maar ik wil hem hier nog wel een keertje op de tafel leggen. In het wetsvoorstel wordt verwezen naar artikel 22b van het wetboek van strafrecht. In dat artikel is opgesomd welke misdrijven zo ernstig zijn dat een taakstraf niet meer passend is. Het artikel bevat dus ook een onderscheid tussen ernstige en minder ernstige feiten. Daarom is er naar verwezen. Dan de strafmaat van 5 jaar zou al een weigeringsgrond kunnen zijn. Dit lijkt niet consistent. De oude wet verwees naar een straf van 60 maanden, dus 5 jaar. De nieuwe wet hanteert als criterium dat er een straf moet zijn die wordt bedreigd met maximaal 6 jaar gevangenisstraf. En daarnaast zal de beschikking natuurlijk goed en individueel moeten worden gemotiveerd. De heer Janssen. Voorzitter, ik heb verwezen naar artikel 181, 181 wetboek van strafrecht, waaronder onder punt 1 staat met gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar en of geldboete van de vierde